denk dat het belangrijk is dat we leren als we fouten maken, dat we dan onze lessen daaruit trekken en verder gaan. Het spreekwoord zegt immers vallen en opstaan. Nu, dat vallen, daar mag niet de nadruk op liggen. De nadruk moet liggen op het opstaan en meenemen wat je geleerd hebt van de fouten die je gemaakt hebt. Een van de problemen die ik merk met getalenteerde mensen voornamelijk, is dat wij getraind zijn om geen fouten te maken. En wij zijn opgevoed met de rode pen die strepen trekt door de foutjes die we kunnen maken. En wij zijn gemakkelijk beschaamd. Er is een groot verschil tussen het schaamtegevoel en het verantwoordelijkheidsgevoel. Ondernemers hebben een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel, maar zij schamen zich niet als zij fouten maken of zij kunnen falen. En dat is eigenlijk heel belangrijk. Men moet zich die vrijheid veroorloven om eigenlijk de dingen te doen waarin men gelooft. Men moet daar ook de verantwoordelijkheid nemen, maar als het dan niet lukt, mag dat schaamtegevoel niet gaan overnemen. En dat is iets wat in onze cultuur iets te fel gestimuleerd is en iets te fel in onze genen is ingebakken. Ik vind dat de sleutel voor groei voor een bedrijf vaak intrapreneurship is. Dat wil eigenlijk zeggen dat mensen de kans moeten krijgen om iets vast te pakken, om ondernemer te worden binnenin het bedrijf zelf. Bij intrapreneurship hoort natuurlijk ook dat je kan falen, dat mensen fouten maken. En ook dan moet je in staat zijn om te zeggen van bon, laat ons er iets uit leren en je krijgt een nieuwe kans en we gaan dat opnieuw nog eens proberen, want het kan beter. En dat is net zoals bij het echte ondernemen iets wat er absoluut bij hoort. Wij bij Failing Forward, wij vinden het heel belangrijk om het taboe rond falend ondernemerschap te doorbreken. Want falen, daar leer je uit. En wij zouden heel graag een warme oproep willen lanceren om met zoveel mogelijk mensen het manifest te ondertekenen. Met het manifest ondersteun je dat falend ondernemerschap erbij hoort. Geef je een steuntje aan die ondernemers die het lef hebben om te ondernemen. En willen we daarbij de angst wegnemen voor jonge starters om te starten met ondernemen.